Van 1 tot en met 7 oktober is het weer de Week van de Opvoeding. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Nijmegen presenteert u elke dag een nieuwe opvoedtip. Mijn naam is Elise Verheul. Ik ben moeder van een zoon. En daarnaast heb ik een praktijk voor kindertherapie en ouderbegeleiding te Nijmegen. En de tip die ik heb voor jullie is om werkelijk aandacht te hebben voor je kind. Werkelijk te luisteren naar wat je kind te vertellen heeft. En niet alleen naar de woorden die het spreekt, maar ook naar de emoties die het heeft. Want als ouder wil je vaak dat het stopt, dat het kind geen pijn meer heeft of geen last meer heeft van bepaalde situaties of van bepaalde gevoelens. En voor je het weet ben je bezig oplossingen aan te reiken. Maar wat het kind werkelijk van je nodig heeft, is dat je onbevooroordeeld kunt luisteren, onbevooroordeeld aandacht kunt geven. En dat is nog een hele kunst, trouwens. En daar wil ik een tekst over voorlezen, die hier heel mooi over gaat. Hoor me. Als ik je vraag om naar me te luisteren en je begint me adviezen te geven, dan doe je niet wat ik vraag. Als ik je vraag om naar me te luisteren en je begint me te vertellen waarom ik het anders zou moeten voelen, dan vertrap je mijn gevoelens. Als ik je vraag om naar me te luisteren en je gaat iets doen om mijn problemen op te lossen, dan snap je me niet, hoe gek het ook klinkt. Luister. Het enige wat ik je vraag, is dat je luistert. Niet dat je praat of iets doet. Hoor me. Dat is alles. Kijk voor meer informatie en activiteiten tijdens de Week van de Opvoeding op de website.